Vandaag wil ik het eens hebben over roeping. Wat is dat, roeping? Daar zit het woord in geroepen worden. En geroepen worden betekent dat er iemand op jou wacht. Iemand kijkt naar jou uit. De hond voelt nu ook zich geroepen, want hij wil zich laten horen op een afstandje. Maar ik wil verder gaan met het woord roeping. Dat begint al heel vroeg ergens in je leven. Dat je gewaar wordt op een of andere manier dat er iets gebeurt in jou. Je wordt door iets getriggerd. En dat is een verschil of het je ego is, die wil presteren, die gezien wil worden, die groot wil worden, die succes wil worden. Of dat het je ziel is. Want je ziel die gaat uit van een heel diep verlangen. Een verlangen dat je hier naar de wereld gekomen bent met een opdracht. En voor ieder mens is die verschillend. Nou zien we om ons heen heel veel mensen die vanuit hun ego in het werk staan. Ik heb daar geen oordeel op, maar het is veel leuker om te zien wat er gebeurt wanneer je luistert naar je roeping. Ik had jaren geleden daar een heel mooi gesprek over met Lenny Coeur. We kennen ze allemaal, van de Troubadour, het Songfestival. Het succes lag als het ware aan haar voeten. Maar Lenny was niet gelukkig met dat succes. Ze voelde dat ze geleefd werd door de commercie. Er werden dingen van haar gevraagd waar ze eigenlijk niet meer achter stond. En jaren later, en ze moest eerst door een crisis gaan, ze moest eerst haar stem verliezen, kwam ze in contact met het verlangen. Dat diepe verlangen waarom zij hier als muzikus, als liedermaker in de wereld is. En je moet nu eens luisteren naar de teksten van Lenny. Dat is geen hoempapa muziek. Dat is geen muziek bestemd voor een gezellig feestje. Nee, daar moet je even voor gaan zitten. Daar dien je de verstilling in te gaan om de boodschap die in het lied zit te horen. Ik sta in de tuin. Ik noem dat altijd de Osse Boskapel. En ik heb vandaag even een beeld verwisseld. Hier staat een bronzen beeld, twee dansende reigers, gemaakt door de Joodse kunstenares Lies Lobato. Even een klein verschil aangeven hoe Lies van ego naar ziel kwam. Lies zei eens een keer tegen me, toen ze haar levensverhaal vertelde, waarbij haar hele familie in de Tweede Wereldoorlog vermoord is, en zij als enige overbleef. Toen zei ze, de hel heb ik gezien. Ik heb recht op de hemel op aarde. En wat gebeurde? De tragiek van het leven zou je kunnen zeggen. Ze trouwde met een man waar ze enorm verliefd op was. Maar hij was directeur van het Joods bejaardencentrum. En in dat Joods bejaardencentrum hoorde hij elke dag de ellende aan. Over de oorlog, over mensen die in pijn waren blijven zitten. En deze man, haar grote geliefde, stierf van pure ellende op jonge leeftijd. De crisis. Lies was jarenlang de vrouw geweest van de directeur van het Joods bejaardenhuis. En nu, ze was vrij. En wat doet Lies? Lies luistert naar haar roeping. En begint met haar creativiteit te ontwikkelen. En ontwikkelt zich in het maken van prachtige bronzen beelden. Dit beeld, de twee dansende reigers, kregen wij op ons huwelijkfeest. Oké, we dansten samen. En we hebben heel lang samen gedanst, omdat we voor een bepaald doel stonden. En nu merken we in ons leven dat ons verlangen verschillend is geworden. Dat we beide ons eigen spoor gaan volgen. Dat is prachtig. Zouden veel meer mensen moeten doen om vorm te blijven geven aan jouw verlangen, aan jouw roeping. Waarnaar word jij geroepen? Wie roept jou? Hoor je wat? Ben je bewust van dat je geroepen wordt? Luister eens en kijk eens naar de dromen komende periode. Je zult merken dat in je dromen jouw roeping duidelijk wordt. En ter verduidelijking raad ik je aan om het artikel eens te lezen. Neem eens 10 minuten van je tijd en duik eens in dat artikel en voel eens wat de roeping met jou doet.
zit jij op het goede spoor. Ik wens je een prachtig moment bij, waarbij je voelt dat je geroepen wordt.